Goeiedag. In onze vorige video over het multiversum hebben we gepraat over de wetenschap achter het multiversum. En nu gaan we een beetje praten van hoe kan dat verklaren, het Mandela-effect verklaren. We gaan eerst een klein beetje dieper ingaan op, ik heb dat beloofd, als u het herinnert, het experiment van Schrödinger's kat. Als u het niet moest herinneren hoe het helemaal in elkaar zat, ik ga een link van de vorige video uiteraard aan het einde van deze video zetten, zodat je terug kan gaan kijken. Maar voor deze uitleg is het gewoon goed om te zeggen, dus het Schrödinger's kat-experiment, daar gebeurt een afsplitsing van parallele werelden, waarin in een parallele wereld is de kat dood, in de andere leeft ze nog. Nu, dat heeft implicaties voor ons, vooral omdat als we een deel opties hebben en dan een beslissing moeten nemen, wat er gebeurt is dat al die opties zullen plaatsvinden, elk in zijn eigen realiteit, de realiteiten zullen afsplitsen en jij zal een beslissing hier nemen en jij zal de consequenties daarvan zien, hier in deze realiteit. Wat is daar belangrijk aan? Wel, stel je voor, je staat 's morgens op, je voelt je niet zo goed en je hebt twee opties. Je kan naar de dokter gaan en bellen naar je werk en zeggen van, jongens, sorry, het gaat niet, ik kom niet werken. Of je kan gewoon zeggen van, ja, ik voel me misschien wel niet goed, maar ik ga het toch proberen, ik ga toch naar mijn werk. Niet zo erg, zul je zeggen, tenzij je tijdens de trip naar het werk een accident hebt en je sterft. Dan is er een realiteit waar je dood bent en een realiteit waar je nog leeft. Dat maar om te laten zien wat de consequenties kunnen zijn van het nemen van een beslissing. Nu ga ik iets vertellen. Dr. Lupo, Dr. Terren Lupo, die heeft een kanaal. En die heeft op zijn kanaal ooit eens een zeer interessante theorie verteld. Hij zegt, het bewustzijn, je hebt een dominant stuk van het bewustzijn en wanneer je een beslissing neemt en die parallele wereld splitst af, dan gaat er een recessief gedeelte, dus een onderdanig gedeelte van je bewustzijn, die gaat naar die andere realiteit en die gaat daar zien wat daar de consequenties zijn van die beslissing die je dan anders genomen hebt. Stel dat er in die andere realiteit iets gebeurt waardoor je sterft, dan zal dat stukje bewustzijn terugkomen naar jou. En misschien kan het dan zijn dat er een aantal herinneringen doorbloeden van die realiteit naar deze. En dat je gaat zeggen van, oh, ik herinner me dat anders of dat is anders, omdat het van die andere realiteit komt. Dat is één. Ten tweede zou het kunnen dat er een catastrofe gebeurd is. Dat is één realiteit. Ik heb het daarover gehad in de video Zijn we dood? Stel, die realiteit of die aarde of wat, er is een catastrofe gebeurd en iedereen is dood. En ze zijn dan naar deze realiteit gekomen. En er zijn een paar mensen die zeggen van, ik hoor hier niet thuis, want ik heb die herinnering anders dan het hier is. Of ik heb die herinnering anders dan het hier is. Snap je? Dus we zijn naar hier gekomen, maar er zijn herinneringen overgebleven van die andere realiteit. Opnieuw een verklaring van het Mandela-effect. Dan hebben we in vorige video besproken dat er ontstond hier een universum en dan daar en dan daar en dan daar. En we hebben het zo wat een beetje afgegeven alsof het de realiteiten en de universums naast elkaar leefden. Maar er zijn ook mensen die denken dat die niet naast elkaar leven, vooral niet als ze afsplitsen tijdens een beslissing. Zou het gerust kunnen zijn dat ze eigenlijk op dezelfde plaats, in dezelfde tijd gebeuren. Dus er is niks aan de zijde, er is alles is op dezelfde plaats. Dan is het natuurlijk vrij logisch dat met zo'n opeenpakking van zoveel miljoenen of biljoenen parallele dimensies, dat daar wel iets van gaat doorbloeien. En allicht hetgeen dat het kortste bij ons zit. Vandaar dat we misschien herinneringen hebben van een andere zelf van ons in een andere realiteit. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat geesten of schaduwmensen, shadow people, hè,
dat die eigenlijk... Dat wij dat zijn in een andere realiteit, of dat het andere mensen zijn die wij zien uit een andere realiteit, die even doorbloeden naar onze... Of doorbloeien of doorkomen naar onze realiteit. Het gaat zelfs zo ver. Dan is er ook nog iets... Mensen die zeggen van, ja, maar het gaat allemaal om vibraties. Er is zoiets als het Schumann, de Schumann-frequentie. En ik heb daar Engelse en Portugese video's over gedaan. Hier ga ik iets verder moeten uitbreiden. Ik ga er misschien toch nog achteraf wat meer research naar doen. Maar het gaat om dit. Er is een verschil gevonden tussen... Eigenlijk de korst van onze planeet en de ionosfeer. En daar zit een frequentie in. En die frequentie is altijd 7,83 geweest, dacht ik. Ik ben niet zeker. En dat noemt de Schumann-frequentie. En al het leven op deze aarde is daaraan aangepast, aan die Schumann-frequentie. Nu, men heeft de laatste jaren gemerkt dat de Schumann-frequentie omhoog gegaan is. Het is zelfs 3 of 4 keer hoger de frequentie dan het vroeger was. Dat kan 2 implicaties hebben. Misschien zijn de mensen met het Mandela-effect, passen die zich vlugger aan die frequentie en gaan die vlugger mee met die frequentie omhoog. Maar als een bijproduct daarvan zien ze dan toch ergens dingen die uit een andere realiteit komen. Dat is 1. 2. Door de hogere frequentie kan het zijn dat we stilaan uit deze realiteit uitgeduwd worden in een andere, of dat we er al helemaal uitgeduwd zijn en in een andere terechtkomen en dat die een beetje vreemd is voor ons, omdat we andere dingen herinneren en van die andere realiteit. Niet alleen dat, zelfs als we dat buiten beschouwing laten, die Schumann-frequentie, want over die Schumann-frequentie nog 1 ding. Er zijn mensen die zeggen, ja, wij gaan mee omhoog met die Schumann-frequentie, daarom zien wij die verschillen. Maar dat is niet alleen dat. Het is een opstijgen naar een ascension, naar een ander niveau van existentie, van bestaan. Sommige mensen, de christenen, zeggen misschien het is de rapture. Er zijn verschillende mogelijkheden daar. Maar de Schumann-frequentie... Niet totaal buiten beschouwing gelaten, maar de stijging buiten beschouwing gelaten. Men denkt soms dat elke realiteit zijn eigen frequentie heeft en dat wij de frequentie gaan kiezen die het kortst bij onze eigen frequentie liggen. Waardoor we soms shiften in de realiteit en andere dingen herinneren of weer andere dingen zien. Het verhaal komt een beetje in het einde is een beetje altijd hetzelfde, alleen de theorie erachter is soms wat anders. Nu, op het kanaal van Mr. Anderson, we hebben er vorige video ook eventjes over gepraat, die heeft daar een video opgeladen, of had daar een video opgeladen, en dat ging over tijdlijnen. Die zegt tijdlijnen die zijn een beetje golvend, een beetje stringtheorie, een beetje... En soms raken die elkaar en waar die elkaar raken, daar kan het zijn dat er of een verwisseling van bewustzijn gebeurt, of een overgang van bewustzijn. En het zou kunnen dat wij sommige geheugenstukken meenemen van die andere tijdlijn naar deze. Dat zou kunnen verklaren dat wij in de lucht nog meeste, of in de nacht, hemel... nog meestal dezelfde sterren zien, ongeveer dezelfde sterren, maar dat er toch veel mensen zijn die zeggen, ja, maar we zijn veranderd. Want vroeger, net als bij mij trouwens, vroeger in school hebben wij geleerd dat we aan de rand van het melkwegstelsel leefden. En nu zeggen ze hier in deze realiteit dat we ongeveer een beetje meer naar het centrum zitten. In principe zou dat een heel andere... nachthemel moeten geven, andere sterren, weet ik veel. Maar dat is niet. Maar waarom niet? Omdat we waarschijnlijk maar een stukje van die herinnering meepakken, dat we de herinnering van de sterrenhemel van hier hebben, maar dat we toch dat stukje herinnering van die andere wereld hebben, waar we toch aan de andere kant, of aan de zijkant van het universum zaten. Dit zijn allemaal theorieën om een beetje uit te leggen van... hoe
het Mandela-effect past in het multiversum. Nu zijn er nog een paar dingen waar ik heel vlug over ga gaan, omdat ik van plan ben van daar nog research over te doen en dat in een andere video heel veel uitgebreider te doen. En een van die dingen gaat over dingen zoals CERN, HARP en D-Wave computers. Hebben die in de realiteit een proberen intappen? Is daar iets verkeerd gebeurd? Zijn die mensen bewust zijn er van andere realiteiten naar hier aan het halen? Ik zeg het, ik ga er nog meer research over doen. Sorry. En dan ga ik daar een aparte video over doen. Want sommige van deze theorieën die overlappen een beetje mekaar en wat weet ik allemaal. En dan is er nog één theorie waar ik een beetje het zou over willen hebben. Maar een klein beetje maar, want daar ga ik ook nog meer research naar doen. Daar ga ik ook nog achteraf een aparte video over doen. En dat is over de simulatietheorie. Leven we in de Matrix? En zijn het gewoon glitchen in de Matrix? Nu kan je zeggen, ja, maar dat is meer van het universum dan het multiversum. Want wij leven in één simulatie en er gebeurt iets verkeerd. Akkoord, maar stel je voor, je zit in een computer in een laboratorium waar ze sociale studies of historische studies doen. Stel je maar eens voor dat in het echt Hitler gewonnen heeft en zij willen een sociale studie doen over wat zou er gebeurd zijn als Hitler niet gewonnen was, als hij verloren was. En dat hoeft daar niet te eindigen. Wat zou er gebeuren als Trump won? Wat zou er gebeuren als Hillary won? Wat zou er gebeuren als de moord op die persoon niet gebeurd is? Dat zijn laag boven laag van verschillende historische studies in dezelfde computer. En ja, natuurlijk, het blijft een computer. Dus er zullen echt wel wat fouten in zitten. Of er zullen karakters van één simulatie naar een andere gebracht worden. Of weet ik veel. Die dan weer herinneringen overhouden van die andere. Van die andere simulatie. Het kan allemaal zijn. Maar daar later nog veel meer over. Ik hoop dat je een beetje genoten hebt van deze video. En het is natuurlijk, als je zelf nog iets weet, als je denkt dat ik iets vergeten ben, je weet zelf nog iets meer, of je hebt opmerkingen, in de commentarenbox kan je ze kwijt. En dan rest er mij alleen nog te zeggen van mijn realiteit naar de uwe. Ik hoop je de volgende keer terug te zien. Dag!